Theater buiten theater. Buiten het theater. Dan bedoel ik eigenlijk niet alleen het gebouw mee, denk ik. Maar wat dat precies betekent, hoop ik uit te vinden. Er zijn in ieder geval een aantal ontwikkelingen gaande. Die zijn al heel lang gaande. Ervaringstheater is misschien wel ouder dan theater in theater. Maar in ieder geval, het meedoen in het stuk is een ontwikkeling die je steeds meer ziet ontstaan. En ook heel interessant is om te gebruiken. Het gebruik van publieke ruimte is natuurlijk ook al heel oud. Alleen nog steeds zijn daar nog lang niet alle mogelijkheden van onderzocht. En natuurlijk hebben we nu ook die digitale ruimte die je kan betrekken in die totale ervaring. Het grappige aan die hele GPS en global positioning is dat je dus eigenlijk location-based informatie kan geven als onderdeel van je voorstelling en van je performance. Daar zitten wij trouwens. Ik heb mezelf een keer gewaagd een ervaringstheater. En dat heb ik gedaan in 2008. En daar heb ik 300 mensen digitaal 3D ingescand. En die hoofden die heb ik meegenomen naar een ruimte waar ze uiteindelijk werden geconfronteerd met het feit dat ze werden geüpload naar een simulatie voor een vechtscène in Afghanistan. Ik hoopte heel erg dat die mensen dat ook echt erg zouden vinden. Ik heb ze zelfs een contract laten ondertekenen en achteraf meegegeven dat alles wat ik van ze had afgenomen niet meer van hun was. Maar zij dachten, ach, het is een theater. Toch? Ik heb een kaartje gekocht, ik heb lekker gedineerd en ik sta nu weer buiten. Achteraf bezien was de locatie dus voor mij heel belangrijk. Ik had dit in een oud ziekenhuis moeten doen. Publieke ruimte wordt vaak gebruikt. En een mooi voorbeeld is Rimini Protocol. Deze opleiding of deze faculteit wel bekend, omdat er ook een project mee gedaan is, nog geen half jaar geleden. Maar in 2005 deden ze al een Calcutta versie. En het leuke is dat zij eigenlijk een telefooncentrum in India koppelden aan een soort locatietheater in Berlijn. Je kon met je mobiele telefoon, werd je gebeld door iemand uit India. En dan kon je rondlopen, moest je opdrachten doen, rondkijken. Je kreeg eigenlijk een soort band met diegene aan de andere kant van de wereld. Het grappige was natuurlijk ook dat die mensen in het callcenter waren zelf nog nooit in Berlijn geweest. Dus die gingen vanuit een papiertje, een soort virtueel idee van wat Berlijn was, iemand anders die daar wel was vertellen waar ze heen moesten. En het mooie was aan het einde van het stuk ze uiteindelijk elkaar konden zien. Waarbij je ook eigenlijk in die hele reis elkaar niet hebt kunnen zien, maar toch samen die reis hebt gemaakt en uiteindelijk naar elkaar kon zwaaien. En de hele aardbol qua afstand was opeens niet meer relevant. Natuurlijk is er online en offline al veel gedaan. Troika Ranch is niet de enige, maar wel interessant, omdat zij ook weer software hebben gemaakt, Isadora, waarmee wij weer kunnen spelen. Maar zij hebben bijvoorbeeld op 3 locaties tegelijk performances gehouden waarbij de dansers op deze vloer invloed hadden op de graphics in weer een andere locatie en andersom. Online is natuurlijk al sinds er internet is, en dat was natuurlijk oorspronkelijk eerst tekst gebaseerd, werden er al verhalen verteld, gingen mensen collectief elkaar verhalen vertellen. En daar werden eigenlijk ook al performances gedaan. Er zijn al hele Shakespeare-stukken opgevoerd in een soort van tekst-online wereld. Nou, uiteindelijk iedereen denkt dat Second Life de eerste online 3D-wereld was, helemaal niet waar, was afgehoord. En die was er al 10 jaar daarvoor. Waar ook al theaterstukken werden opgevoerd. Een van onze studenten, Bas Haas, afgestudeerd, heeft zelfs een theater in Second Life gebouwd en daar binnen weer een theaterstuk opgevoerd. En daar kon je dus virtueel in gaan zitten via het internet en we zaten met z'n allen hier in een lokaal ingelogd. En uiteindelijk zat ik in dat theater en ik zat in dat theaterstuk. En hij laat aan het eind van dat theaterstuk het theater uit elkaar vallen en opeens zit je in Second Life. En ik weet nog dat ik als enige docent halverwege geen verbinding meer had. Dus de rest van de docenten zaten daar, En ik zag, wat? Dat was een heel interessante ervaring, moet ik zeggen, als het gaat over online gebruik. Ik had het al helemaal aan het begin gezegd. We hadden het ook al over alternate reality vanaf Joseph Pine model. En ik ga hier niet op in, want dat kan Evert veel beter. Maar toch vind ik het belangrijk dat jullie notitie gaan nemen van deze stroming. Want het is niet alleen maar about games. Dit is ook theater en performance. Niet alleen is het zo dat alternate reality games worden gespeeld via het internet, maar juist ook de koppeling met fysieke momenten en locaties en performances zijn belangrijk. Ook het spelen met die mixed reality. Is het echt, is het niet echt? Er zijn inmiddels verschillende stromingen in. Het is al een tijdje bezig. Maar ik vind juist de stroming die zegt, we gaan ze niet vertellen dat een spel is, het meest interessant. Omdat je daar in die mixed reality terechtkomt. En ook alles wat ik overdag beleef onderdeel kan gaan uitmaken van die ervaring. Ik weet het niet of dat zo is of niet.
The game took place in real time and was not replayable. Dat klinkt heel erg als theater. Meetings of live phone calls between players and actors. Performances.